iedereen. Hier zijn we weer met een video over spreekwoorden. Dit is deel 3 van deze reeks. Ja, spreekwoorden 2 heet de reeks, maar dit is deel 3 daarvan. En we gaan weer kijken naar een aantal spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen in het Nederlands of Vlaams. Laten we kijken naar de eerste. Dat is deze. Iemand op handen dragen. Je handen dragen, dus dragen. Iemand op handen, dus niet op je handen of op de handen. Nee, iemand op handen dragen. Dat betekent iemand bewonderen. Heel veel respect voor iemand hebben, heel veel. Iemand op handen dragen. Iemand die voor jou heel belangrijk is, kan je zeggen, ja, ik draag die op handen. Nu, maar dat is wel heel, heel sterk. En het wordt in spreektaal niet zoveel gebruikt, maar wel in schrijftaal. In boeken zal je het zeker tegenkomen. Iemand op handen dragen. Ik ga naar de tweede zin. En we hebben hier allemaal handen. De handen uit de mouwen steken. Nu, ik heb korte mouwen, maar als je lange mouwen, die komen dan... Oops, ik stompte tegen mijn microfoon. Hier is mijn microfoon. Oeps. Oké, lange mouwen komen tot hier. Dus maar de handen uit de mouwen steken. Nu, als het goed is, steken je handen altijd uit de mouwen. Want anders zie je ze niet, dan zitten ze in je mouwen. De handen uit de mouwen steken is eigenlijk beginnen met werken, maar fysiek werken. Dat kan van alles zijn. Dat kan ook in huis zijn, bijvoorbeeld een afwas gaan doen, gaan kuisen, iets doen met de handen. Dus de handen uit de mouwen steken, zo van, ik ga vandaag mijn handen eens uit de mouwen steken. Dus ik ga hard werken. In huis bijvoorbeeld, in het huishouden. Ook dit is weer een uitdrukking die we niet zozeer in spreektaal gebruiken, maar wel in schrijftaal ga je dat zeker tegenkomen. In boeken, in tijdschriften, in het nieuws kan je het misschien wel horen. Ja, dus hard gaan werken. Ja, met de handen. Twee linkerhanden hebben. Ik heb een rechterhand. Je moet even draaien, hè. Ik heb een linkerhand. Maar als iemand twee linkerhanden heeft, betekent die persoon is heel onhandig. Nu, de meeste mensen zijn rechtshandig, want je schrijft met je rechterhand, de meeste mensen. Dus daarom de uitdrukking twee linkerhanden hebben, dan ben je onhandig. Je kan niks met je handen. Echt, ja, niks goed doen, ja. Twee linkerhanden hebben. Met lange tanden eten. Eten met lange tanden. Als je iets niet lust, je vindt het niet lekker, en je zit zo heel traag te eten, zo van. Heel traag, want... Je lust het eigenlijk niet. Dan eet je met lange tanden. Ja. Ik kan iemand tegen jou zeggen. Amai zeg, jij zit nogal met lange tanden te eten. Ja, met lange tanden eten. Zo. Heel traag eten. Heel traag. En waarom? Heel traag. Niet omdat je heel veel tijd hebt. Maar omdat je het niet lust. En je moet het eten. Vaak gebeurt dat met kinderen, die zitten met lange tanden te eten. Of ze hebben geen honger. Ja, en moeder of vader zegt, en je moet en je zult en je gaat eten. Ja, met lange tanden eten. Ik denk dat het als laatste... even kijken. Ja, ik heb er nog eentje. En die ga ik hier nog even opschrijven. Dat we er net over de mouwen hadden. Denk ik er aan eentje, die had ik er nog niet bij staan. De aap komt uit de mouw. Je hebt een aap,
Een aap komt uit de mouw. Je mouw. En de aap komt uit de mouw. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat is onze laatste zin voor vandaag. Allee, voor deze video. De aap komt uit de mouw. Kan je het je visualiseren? Je hebt je mouw en er komt een aap uit? Nee, echt niet. Dat betekent, haha, nu komt de waarheid tevoorschijn. Nu komt de waarheid boven tafel. Nu gaan we de waarheid horen. De aap komt uit de mouw. En dat is wel iets, afhankelijk natuurlijk van de situatie, dat we wel gebruiken in spreektaal. Iedereen heeft zowel eens iets meegemaakt, denk ik, zo van, er is precies zoiets wat niet klopt en er wordt dit en dat gezegd, maar er is iets wat niet klopt. Hè. Totdat bijvoorbeeld één persoon gaat zeggen, ja, maar ik had dit of dat nog niet gedaan, of iets anders helemaal, of wel gedaan, of wat dan ook, maakt niet uit. Nu komt de aap uit de mouw. Nu wordt het duidelijk. Nu komt de waarheid tevoorschijn. Ja, het wordt duidelijk, maar het is meer richting de waarheid. Kom je nu te weten, de aap komt uit de mouw. Goed. Als jullie nog meer uitdrukkingen, spreekwoorden, gezegdes kennen, hebben gehoord, hebben gelezen ergens, in het Nederlands, in het Vlaams, zet ze in de comments en ik help jullie daar graag mee. Zo, voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet het duimpje niet en tot in de volgende.